Yo! Yo! Jongens en meisjes, dames en heren, vandaag zijn we hier weer met, yes, een nieuwe kaarsenvideo. En ik heb goed nieuws en iets minder nieuws. Het goede nieuws, we zijn allemaal gezond. Nee, het goede nieuws is, als het goed is, is op dit moment er een update. Of in ieder geval, is er een update bezig, waardoor de jump glitch eruit gaat. Nou, daar zijn we al blij mee. Even applausje, yes! Dankjewel, de Tourione! Het iets minder goede nieuws is dat de Tourione, een klein foutje heeft gemaakt. Wat namelijk is gebeurd, en we hadden die update voor Android gepost. Dus die kwam toen, waardoor de jump glitch er redelijk uit. Dus sommige mensen hebben hem nog steeds. Voor mij kan je gewoon niet springen. Of hij is er gewoon nog steeds. De jump is kan gewoon nog. Ja. Kom in ieder geval langs met de buurt met de jump is op te lossen. Ik wil je bedanken voor iedereen die nog steeds aan het spelen is. Ook als je alles al vrijgespeeld hebt. Blijf spelen, want de kaarsjes ga je nodig hebben. Geloof mij. In ieder geval, wat er toen gebeurde is, met de nieuwe update werden iedereen zijn characters werden gereset. En werden andere poppetjes vrijgespeeld automatisch. Er worden heel veel mensen, die hadden dus op Android, hadden ze Slotta en Rob vrijgespeeld. En die waren dan nu niet meer vrijgespeeld. Maar dan hadden ze wel Priscilla, Matty en Aad. Sommige mensen zeiden tegen me, Koen, fix deze glitch niet. Ik heb eindelijk Aad, maar ik ga het wel fixen. Want ik wil dat iedereen gewoon zijn eigen characters krijgt. Er komen nieuwe characters aan. Dat gaat in de volgende update gebeuren. Als in, ja, eerst moet dit even gefixt worden. Dus dat is dan eigenlijk de volgende update, maar daarna. Maar dat wordt helemaal leuk. Helemaal lachen. Deze junk is al zo goed als weg. Dat is goed. En kunnen we weer lekker. Ik ga focussen op leuke dingen. Namelijk nieuwe poppies toevoegen. In plaats van over die glitch nadenken. Want daar word ik echt zo ongelooflijk moe van. Dus sorry voor de mensen die nu aan het stress zijn. En denken van: oh, ik ben mijn poppetjes kwijt. Komt allemaal goed. Je krijgt ze allemaal terug. En op Apple kon ik de update nog net tegenhouden. Want ze hadden op Apple ook iedereen dat gezeik. Dat was helemaal goed geweest. Als het goed is het nu op Android alweer gefixt. Hoop ik. En zo niet, dan niet. Vandaag gaan we reageren op kaarsje memes. Vind je deze video leuk? Abonneer op mijn kanaal. Kan niet beneden. Doe even abonneren. We gaan ongelooflijk lekker. We gaan richting de 360.000 abonnees. En ik heb wat kaarsje video's. Wat kaarsje memes. Laten we beginnen met de eerste video die in mijn ogen opspringt. Ik heb 40 uur kaasje gespeeld. Vandaag heb ik bijna de 40 uur in totaal gehaald in kaasje. En ik wou jullie samen met jullie de 40 uur gaan halen. En laten zien wat je dan allemaal niet hebt. Hoeveel kaasjes, welke skins allemaal. Oh, totaal. Nou, we zitten zo! Holy shit! Je bent 260.000 kaasjes! Kaasje, en zoals jullie zien, ik heb echt heel veel kaasjes. 259.000. Ik heb alle skins, tenminste die met kaasjes te kopen zijn. Hallo, hey, luister nou even, Daan Kanon. Je hebt 40 uur in het spel zitten. Kan je niet even die characters kopen? Beetje saaf voor de Daring Master. Zoveel uur. Ja. Zoveel uur, klopt. Mensen, de reden trouwens dat die jump glitcher was, met name, was omdat er zaten te veel kaarsjes in het spel. En daardoor kon je het soms niet laden. Want op de allerbeste telefoons was de jump glitch minder vaak dan op minder goede telefoons. Het aantal kaarsjes is naar beneden gesteld per potje. Dus je moet iets langer spelen om je mensen vrij te spelen. Eigenlijk alleen maar leuk. Niet of iedereen het daarmee eens is, maar... goed. En na de update komen natuurlijk weer nieuwe skins. Ja, er komen weer nieuwe skins. Ja, er komen echt goede skins. Eentje gaat dus wel ongelooflijk veel kaarsjes kosten. Dus spaar nou die kaarsjes. Maar hij heeft 40 kaarsjes gespeeld. Dat is best wel veel, moet ik zeggen. Heb je Alfano, die heeft Atomos vrijgespeeld. Ik ben op Cartier. Ik bestel die champas. Oudje van LV. Wat is dit? Waar zit ik naar te kijken? Wat is dit nou? Wat een onzin. Wat slaat dit op? Spelen we kaarsjes. Neus, je geluid staat te hard. En met je tyfus scholen raak op. Hier, daar is een glory tip. Om je liggen en dan springen. Zijn glory tip, liggen en dan springen. En zijn glory heeft er niks mee te maken. Maar ja, dat mag ook wel, want Aad is natuurlijk... ja, die springknop. Dit was niet een springknop. Aad is natuurlijk... Oh wel. Okay, Aad heeft dus ook een springglitch, ik zie het al. Dit was allemaal voor de update, mensen. Geen zorgen. Wat zie ik hier? 12 uur kaarsenstream gaat fout. Tikkie ligt nog steeds geldig. Maar je gaat niet zeggen deze vet 5 uur Oh mijn god. Holy shit. Hij heeft een Tikkie Link. Godverdomme. 5 euro. Even een klein tikkie betalen voor deze man die 5 uur lang kaarsje heeft gespeeld. 12 uur kaarsenstream. Maar hij heeft wel gewoon verneukt. Het had 12 uur moeten zijn. Gelukt, thanks. Super blij dat je hebt betaald. Thanks is super blij dat je hebt betaald. Ah, oké. Okay, geen probleem, thanks. Ik verwacht nu wel dat ik hierbij kom te staan bij de top donaties. Hallo. Conclusie, nooit doen. Lekker man. Zeker. Alleen jammer dat er maar 61 cent is gedoneerd. Lol. Kaarsje met mijn maat. En we gaan vandaag kaarsje spelen. Kaarsje spelen! Nou ja, ho, ho, ho. Ho, ho, wat zagen we daar? Ja, ja, Rage Quitter. Ja, ja, hier ben je exposed. Solo Arena Smurven, Fortnite Nederlands. Nou, je bent exposed. Je kijkt Fortnite. En toen was mijn audio rip. Houdoe. Wat is dit? Even mededeling. Oké. Okay. Jongens, meisjes, dames en heren, welkom bij deze nieuwe video. Mijn naam is Bart en vandaag gaan wij kaarsjes spelen. En ik wil jullie nog even wat melden bij de 50. Voor de 50 sub special, ja, daar wou ik dus een reactievideo gaan maken. De video van Koen, maar ja, het programma waar ik dan normaal mee doe, dat werkte niet. Dus. Hij wil een reactievideo maken op mijn video. Luister, Ragequitter, je moet even OBS downloaden. Als je OBS downloadt, dan kan je dat heel makkelijk doen. OBS heet. OBS. Ik ben opgelicht door Kaasje. Mensen. Dit meen je niet. Wat ben ik genaaid. Nee! Alweer.
Ik ben gewoon alweer genaaid. Het is volgens mij echt iedere video. Maar op de vorige video, daar zei ik dat ik bij de 200 likes ging livestreamen en Mark ging kopen. We hebben ondertussen echt 500 likes of zo. Zo. Ik kreeg heel veel de vraag, waar is Mark? Ja. Mark, ik heb hem nog niet. En dit heeft een goede reden. Ik heb hem wel gekocht. Echt? Maar ik heb hem dus gekocht en ik ontving hem niet. Dat meen je niet. Dus ik heb Koen gedm'd. Hier is screenshot in beeld. En ik heb... Hey, maar Koen, ik had net Mark, ik heb bewijs, ik heb geen geld afgegeven. Ik heb hem niet... Dit meen je niet. Een mailtje gestuurd, precies hetzelfde bericht. Ja, mailtjes lees ik toch niet. Even kijken. Wat is jouw Insta? Ja, je moet je even je Insta naam bij. Ik heb toch geen idee van wie dit komt nu. Stuur mij even een nog een keer een DM. Of doe even in je volgende video, die zie ik toch alweer. Of laat even een comment achter onder deze video wat je naam is. Of kan ik je zien? Nee, ik zie alleen je Discord. Dan hebben we natuurlijk geen tips aan. Maar dan zorg even dat je je Mark krijgt. Want op zich is dat wel te fixen, denk ik. Spijt me voor het oplichten. Het spijt me echt. Wat is dit? What's up, meesters? Vet dat jullie weer kijken naar weer. Zo echt een video dit. Als jullie willen dat ik dit vaker ga doen, doe dan zeker een blauw duimpje omhoog. Voor blauw duimpje dinsdag omhoog. Wil ik 20 likes op deze video. Oeh, mensen, dan... altijd meest like hem even bijna 20 likes. Nog 8 likes moet hij. Komt er namelijk dinsdag een nieuwe video. Halen we dat niet, dan komt er donderdag weer een nieuwe. Nee! Oh my lord! Nee! Ja, hadden we nou maar gelijk. Oh my lord! En ik zag dat we bijna de 800 abonnees hebben gehad. Heb je nog een beetje popjes gekocht of hoe zit het? Ik heb een hack gebruikt die echt al iedereen al heeft gedaan. Wat ongelooflijk trieste gast. Nou, sorry, maar mijn like gaat weg. Ja, nee, zo makkelijk ben ik het ook alweer. Jongen. Verschil tussen Mattie en Koen. We beginnen met Koen. Koen is een standaard, alleen met 1 L is hij wat kleiner. Standaard met een T. Ik heb altijd met Koen dat hij soms een kaasje niet pakt. Nou, dat is niet handig. Laten we nu Mattie gaan proberen met 1 T. Mattie is wat groter met dubbel O, dus hij pakt die kaasjes makkelijker. Dit is wel handig dit. Dit is op zich wel vet. Alleen heb je totaal niet hetzelfde stukje. Dat staat er weer nergens op, maar... Wat een fantastische video! Heel goed! John P. speelt kaasje. Ronde 1. Wat is dit? Voor meme. Waar zit er een Minecraft ding onder? Wat een goed filmpje. Wat is dit? Wat gebeurt hier allemaal? Ho ho, gaan we klaarmaken voor merch? Ben je ook kaasje net als ik en ben je helemaal klaar met die jump glitch? Dan heb ik echt een kaasje oplossing voor jou. Je houdt gewoon ten alle tijde hou je je linker, dus je bukknop hou je altijd in. Ja ja, maar dat hoeft binnenkort niet meer. Binnenkort is je gewoon gefinkt. Hey, zullen we misschien elkaar abonneren? We maken dezelfde konden. Ik heb ook een paar vrienden gevraagd van allemaal. Nou, we maken echt 7 uur voor kaasje. Jij maakt Minecraft, dus sorry man. Oh, ik heb het dicht. Oh my lord. We gaan nu even over op de telefoon, want ik ga nog even een paar kaasje memes op TikTok bekijken. I love kaasje. Yo, kaasje clan. Vandaag gaan we uitleggen hoe je een clan moet joinen. Nog een keer, omdat iedereen de vraag heeft, hoe kan ik joinen? Een kaasje clan? Wat gebeurt mij nou? Huh? Ze hebben 200k views op die TikTok. Yo guys, vandaag hebben we wat jouw skin over je zegt. Skins over jou zeggen. Part 1. We beginnen gelijk met de eerste. Koen. Als je Koen hebt, of je bent gewoon te skeer om skins te kopen, of je bent gewoon fucking slecht. Slotta. Als je Slotta hebt, ben je gewoon een vies beuk. Eens. Ik heb ook het kaarsje logo als profielfoto. Kijk nou. Wordt er nog wat penis. Die Rob is zo dik! En dat is een jump glitch. Met een kaasje eigenlijk op iOS te spelen is. Wat gaat er door je heen? Ja, geweldig! Dit is geweldig! De manier hoe ik dood ga in kaasje raten. Lava, niet al huts, maar gebeurt niet heel vaak. Rode griepsteen, ik ga zo vaak dood door totaal niet kaas. Oogstoten tegen steen, met Milo gebeurt het echt heel vaak. Tonnen met wielen, dit is weer best vaak, niet heel kaas. Maar hakbal aan het begin, gebeurt alleen als ik leuk wil doen. Eens, boys don't know the hardback is boys. En dan kaas op iOS, dat was er nog niet. Mensen die echt in kaasje moeten komen. Ron Jans, Ben Ketser, Koen Weiland. Ja. Rozen zijn rood, Atemos is een baasje. En dan is het kaasje, het is wel kaasje. Kaasje. Mensen zeggen dan, Koen, waarom reageer je op je DM? Moet je even kijken hoe tantoe veel DM's ik binnenkrijg over kaasje. Nee, dit is niet zo. Zeg gewoon dat het niet zo is. Er zijn 2400 berichten met kaasje. Meiden, jongens weten niet hoe het is om van de kleine dingen te kunnen genieten. Jongens. Ja, ja, de parachute of dream. En dan is het kaasje. Niemand ik naar de apps. Oké, mensen, het is mooi geweest. Genoeg kaasje voor nu. Ik ga even zorgen dat al die updates goed gaan. En dan kom ik bij jullie terug. Het spijt me dat het wat langer duurt. Maar ja, het duurt gewoon even. Ik ben er echt legit dag en nacht mee bezig. Ik beloof het jullie. Bedankt voor het kijken naar deze video. Doe een duimpje omhoog. En dan zie ik jullie weer bij de volgende. Adi. Ossos. En abonneer en like. Doei. Holy shit, echt mijn oren doen nog pijn. En mijn tuin was of beat een beetje vals. En het
refrein. Maar zo is het wel begonnen. Beetje jong en onbezonnen. Zit er snel voor op FIFA en ging onderweg en tonnen. Wauw, je ziet mijn haar en je...